Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Vandaag spreek ik met Petra Hüntje. En Petra Hüntje heeft net een boek gepubliceerd. Je spreekt het uit als niet als hunsje, want dan zouden er puntjes op staan. Je spreekt het uit als hunsje, hun, van de hunne. O ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Het tweede boek in een serie. Het gaat over de gekke beweging van. In deze eeuw, laat het boek even zien, Peter. Ik hoop dat het niet in spiegelschrift te zien is. Nee, ik kan het heel goed zien. Ja, oké. De cliëntenbeweging in de 21ste eeuw. Ja, en wat ik net ook al zei en in het voorgesprek was dat dit eigenlijk een vervolg is. Want het is niet een boek wat los staat. Het is een boek wat het vervolg is op dit boek. En dit boek is De Strijdbare Patiënt. En dat beschrijft deze geschiedenis van de patiëntenbeweging in de psychiatrie. En tegenwoordig daarbuiten, want het is allemaal verbreed. Ja, dit dat boek eerste boek, om beschrijft, even op terug te komen, dat gaat. vanaf 1970 tot 2000. En dit Eerste vanaf boek, dat 2000. was de tijd van de antipsychiatrie, dat alle instellingen open moesten en moesten de patiënten de maatschappij in moesten. Dat Ik heeft ga ook je nog heel meteen goed. onderbreken, want dit is een fout die heel veel gemaakt wordt, dat de antipsychiatrie met de patiëntenbeweging verward wordt. De Ah, leg uit. antipsychiatrie was een beweging van psychiaters zelf. En progressieve psychiaters, zoals Foudrenne enzovoort, en Basaglia in Italië, als we het daarover hebben, die waren bezig met de psychiatrie te veranderen. De patiëntenbeweging is een heel ander verhaal, maar die ontstond in dezelfde tijd. Misschien zelfs iets eerder de patiëntenbeweging, want ik denk Pandora is opgericht in 1965 en de antipsychiatrie was later. Dus de patiëntenbeweging is eigenlijk begonnen en die progressieve psychiaters, en die precies dezelfde beweging zie je nu weer, die progressieve psychiaters die sluiten zich daarbij aan, dus die luisteren goed naar hun patiënten, de goede psychiaters. Op die manier ontstaat er dan een soort van samenwerking. En dat is nu ook weer heel erg aan de hand. Dus Wat beschrijf jij in je boek? wat? Dat, Beschrijf jij in je boek? onder andere, dat is een van de dingen. Wat ik beschrijf is natuurlijk die hele beweging van onderop die we hebben. En die beweging van onderop, die is in de jaren 70 begonnen, maar die is heel erg teruggedrukt. Door de harde, ik noem dat toch de harde, geldgerichte, geldbeluste, zelfs op sommige plekken, zorg. En, maar vooral dat systeem eromheen. En naarmate dus je ziet in de jaren 90, zie je echt een verharding met die, hoe moet ik het zeggen, de liberalisering van de zorg. Maakt. De zorg is uitverkocht. Hè? Dat is zo'n beetje De eind jaren 90. marktwerking is van het ziekenfonds gingen we naar de marktwerking in de zorg, naar de zorgverzekeraars. Ja, precies. In de jaren 90 zie je dus nog hele leuke dingen van de zorgverzekeraars. Die hebben dan een zorgvernieuwingspot, zorgvernieuwingsgelden. En daar maakt de patiëntenbeweging ook heel goed gebruik van. Dus dat is enorm gegroeid in de jaren 90. Maar rond 2000 zie je dat de overheid dan gaat ingrijpen. Nou, dan zie je dus dat patiëntenorganisaties de nek wordt omgedraaid als zij niet willen samenwerken. Nou, dan zie je dus die samenwerking moet, dat wordt opgelegd door de overheid. Van de patiënten. De patiëntenbeweging moet samenwerken. De En dat moet. patiëntenorganisaties, die eigenlijk gewoon allemaal hele anarchistische en ook hele stevige clubs zijn, die willen helemaal niet samenwerken. Dus die Die worden hebben dan alleen een uit keurslijf elkaar gevonden. gespeeld. Ja, ze worden eerst uit elkaar gespeeld en daarna worden ze gewoon de nek omgedraaid. Daar komt het eigenlijk op neer. Dit zie je heel erg gebeuren in allerlei organisaties van beleid die met overheid te maken hebben. Dus dat is allemaal heel lastig, maar het is wel hartstikke leuk, want je ziet een enorme beweging, ook hier weer, van onderop. Die valt niet te stoppen. Mensen zijn niet te stoppen. Ik zeg hier van, eigenlijk zeg ik in mijn toespraak, want dit boek is vorige week gepresenteerd in het Museum van de Geest.
Ik heb nauw samengewerkt met het Museum van de Geest voor dit In boek. Haarlem. In Haarlem, ja. En ja, we zijn ook. Dit boek is betaald door een paar progressieve bestuurders. Een van die bestuurders zat in Utrecht en dat is van de organisatie Lister. En Lister is vooruitlopend op het gebied van patiënteninspraak, zeg maar. En vanuit Lister is ook een herstelbeweging op gang gekomen en die is daar geplant door Wilma Boefink. Wilma Wat is Boefink. een herstelbeweging? Herstelbeweging is, dat is, eigenlijk komt het uit Amerika. Wilma Boefink heeft het uit Amerika opgepikt. Dat is een recovery movement, heet het in Amerika. In Italië is het die, waar je het net al over had, die hele bevrijding uit de inrichtingen, want zo wordt het gezien. Op bepaalde punten gaat dat mis als er niet genoeg geld wordt ingezet om ook de infrastructuur buiten de inrichtingen goed te maken. Als dat dus met bezuinigingen gepaard gaat, gaat het mis. Maar als het op een goede manier gebeurt, wat in Italië in bepaalde gebieden op een hele goede manier gebeurd is. En dat waren ik wil niet flauw zijn, maar dat waren toch de gebieden waar de communisten aan de macht waren. Die hebben gezorgd dat er hele goede opvang was eigenlijk voor die patiënten en hun familie die uit die inrichtingen kwamen en gewoon weer in de steden gingen wonen. En daar zijn hele goede wijkvoorzieningen opgericht. Dus allemaal gelukt. En dat was ook gewoon de bedoeling dat mensen daar gewoon weer gingen werken en in de maatschappij kwamen. Dat is allemaal gelukt. En daar kunnen wij hier een voorbeeld aan nemen. We hebben hier boeken zat, jongen. We hebben echt onderzoeken uit Italië die precies laten zien hoe het daar goed gegaan is en ook wat er En mis deze, is. hebben wij deze structuur ook, want het is natuurlijk wel de neiging geweest om mensen uit de inrichting te willen halen en te bezuinigen op de zorg, maar dan meestal om ze maar aan hun lot over te laten en dan komen ze op straat terecht. Ja, dat is in Amerika heel erg gebeurd, heel erg. En dan zie je in Amerika, en dat is nou zo grappig, en dat is dus de kracht van ons, van ons mensen, en met name ook, hoe moet ik het zeggen, getraumatiseerde mensen zijn heel erg sterk, hè? Dat zijn overlevers, dat weet je. Dat zijn echt de mensen die kunnen echt voor zichzelf zorgen op een bepaalde manier. Alleen ze hebben conflicten met hun omgeving gekregen. En dan worden ze er vaak uitgeduwd. En dan soms worden ze dan gek. Ja, wie wordt niet gek als hij helemaal uit de groep geduwd wordt? Nou ja, dat soort. Bij mij gaat nu van alles werken. Een beetje te veel. Dus ik moet het even houden. In Amerika is die beweging is helemaal down gegaan. Dus al die gekken zijn op straat beland en die vinden zich overal elders. En die hebben allemaal met elkaar gewoon toch een soort van lotgenotencontact. En dan hebben we de recovery movement, zoals dat heet. En dat zijn allemaal mensen die hebben. Nou, er zijn natuurlijk ook voorgangers, zoals we altijd voorgangers hebben. Die hebben ook allemaal nieuwe methodes bedacht. Hoe kun je leren leven met je eigen makken? Daar komt het eigenlijk op neer. En hebben we dat in Nederland ook? Nou ja, dat hebben we nu in Nederland ook. Daar gaat mijn boek over. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Wat wil je weten? Noem eens een voorbeeld van van hoe die beweging in Nederland in de praktijk werkt. Ja. Nou, ik moet meteen denken eigenlijk aan Irene van der Giezen, omdat zij heel erg ook inspeelt op dat neoliberalisme. Wie is Irene van der Giezen? Irene van der Giezen is een vrouw die is vorige eeuw schizofreen verklaard. Vanaf jongs af aan. Zij kwam uit een mishandelde. Zij is heel erg mishandeld thuis. En toen is ze uit huis gehaald door haar schoolmeester en werd ze door de schoolmeester mocht ze in dat gezin komen. Vanaf dat moment is het met Irene heel slecht gegaan. Ze had de ene psychose naar de andere, ze hoorde stemmen, ze was helemaal van het padje. Maar die schoolmeester die wist waar dat van kwam. Namelijk dat ze dus in haar vroege jeugd gewoon totaal mishandeld en
dat het arme kind gewoon helemaal uit elkaar gedingest was. Dus die is altijd in haar blijven geloven, in haar kracht blijven geloven, in wie ze was. Dus die heeft haar altijd gestimuleerd. Had ze weer zijn opname, kwam ze eruit en dan zei die van, nou, ga lekker doen wat je echt moet doen. En doe die opleiding en zus en zo. Hij heeft haar helemaal begeleid. Zij is hem ook heel dankbaar, maar hoe dan ook, ze is uiteindelijk, heeft zij nu een bedrijf in Zeeland. En dat heet Hersteltalent, heet dat. En daar leidt zij ervaringsdeskundigen op. Dus mensen die in de psychiatrie gestigmatiseerd zijn, opgesloten zijn geweest, heeft ze eruit gehaald. Die komen ook allemaal naar haar toe. En die krijgen daar een opleiding volgens de kneepjes van het vak. Want inmiddels zijn er dus heel veel opleidingen al. Ook, dat is ook een onderdeel van die beweging. Er zijn toeleiding op toe. Er zijn, de TOET heet dat. De toeleiding ervaringsdeskundige. Dus heeft Harry van Haaster hier in Amsterdam opgezet. En dat is ook naar Eindhoven gegaan. Dat is een hele beweging die door het hele land is gegaan. En nu zijn overal opleidingen voor ervaringsdeskundigen. En nu zijn we alweer zover dat, maar ja, even op Irene terug. Die heeft een bloeiend bedrijf met alleen maar ervaringsdeskundigen. En die helpen andere ervaringsdeskundigen. En die verdienen daar allemaal geld mee. Dus er wordt gewoon geld weggetrokken uit de zorg. En dat moet ook. Maar ja, goed, die geldstroom is weer een heel ander verhaal. Want die moeten ook allemaal Maar dit is veranderen. uiteindelijk het soort voorbeelden waar jouw boek over gaat. Ja, allemaal prachtige mensen die erin geslaagd zijn om van hun werk hun beroep te maken. En ja, ja, allemaal hele leuke mensen interview ik hier. Maar die interview ik niet alleen, maar die leg ik langs de meetlat van de geschiedenis. Want ik heb 4 jaar onderzoek gedaan. En ik heb gezien hoe het gegaan is. En omdat ik al eerder onderzoek deed naar vorige eeuw, kan ik zien hoe het allemaal in zijn werk gaat, snap je? En dan interview, doe ik die mensen, die interview ik helemaal in diepte interviews en die leg ik langs de meetlat van de geschiedenis. Zo zeg ik dat. Ja, dus het is orale geschiedenis. Orale geschiedenis, herstel in beweging door Petra Hunsje, als ik nou goed zeg. Beste kijkers, dankjewel Petra voor dit interview. En beste kijkers, laat nog één keer zien dat boek. Ja, het is overal verkrijgbaar nu. Het is donderdag uitgekomen, afgelopen donderdag. En beste kijkers, het is maar dat u dit allemaal weet.